Welkom in het jaar 2022. Daar zijn we dan. Een nieuw jaar met nieuwe verhalen om te vertellen. En ditmaal kies ik voor een invalshoek die onderbelicht is. Na alle prachtige succesverhalen ga ik in 2022 vertellen over de keerzijde van de sterrenkunde. En ja, er zijn genoeg schandalen om daar een heel jaar mee te vullen. Laten we beginnen met een vroeg kerstcadeau dat ik eind vorig jaar ontving. Dit is een exploot. Een akte opgesteld door een deurwaarder. Deze stond op 1 december vorig jaar voor mijn deur. In het exploot staan aantijgingen tegen mij die uit de duim zijn gezogen. Er zit een bevel bij om te zwijgen over schandalen. En om geld te betalen. Met een betalingstermijn van 2 dagen. Opvallend is vooral de geur van dit exploot. Het ruikt naar een soort van, hoe zal ik het omschrijven? Oplichterij. Maar dat is het niet. Kennelijk is dit gewoon legaal in Nederland. Je kunt gewoon een betalingsbevel sturen naar een onschuldig persoon met een betalingstermijn die louter bedoeld is om bang te maken. En mocht de persoon over de ballen komen? Kassa! En mocht de persoon niet betalen? Toch leuk geprobeerd? Wat voor een organisatie verlaagt zich tot dit soort praktijken? Stichting Canras. Een organisatie van vrijwilligers die de beroemde Dwingelo radiotelescoop beheren en exploiteren. De 25 meter grote telescoop verrijkt reeds sinds 1956 het Drentse landschap en toont daar nog altijd majestueus de wetenschappelijke trots van Nederland. Geleid door de heer Dick Harms stelt Stichting Canras dit unieke rijksmonument open voor leerlingen en studenten. Ze zorgen ervoor dat de besturing, de ontvangstapparatuur en de bijbehorende software van de telescoop perfect werken. Het bestuur wordt ondersteund door Sterrenkundig Instituut Astron, de eigenaar van de telescoop. In mijn boek Telescopen en Tijdmachines schrijf ik prachtige verhalen over de stichting. Ik ken de stichting en de vrijwilligers door en door. 7 jaar lang was ik zelf een van de meest productieve vrijwilligers van Canras. Ik ken de successen en de schandalen. Maar daar mocht ik niet over schrijven. Van Canras niet en van Astron niet. Mijn vorige werkgever stuurde zelfs een bezorgde e-mail naar mijn uitgever. In een gesprek met de Astron-directie werd mij op beschermende toon duidelijk gemaakt dat ik louter positieve verhalen dien te schrijven over de stichting. Anders zou het wel eens juridische gevolgen kunnen hebben. It would be a shame if something happened to you. En dus schreef ik louter brave verhalen over Astron en Canras. En die zijn gemeend. Canras en Astron hebben geweldige prestaties geleverd. Maar ik ben van mening dat u, het publiek dat deze instanties financiert, de volledige waarheid mag horen. En dat ik die waarheid moet kunnen vertellen zonder angst voor juridische vervolging of andere dreigementen. Want waarom zijn Stichting Astron en Canras zo bang voor de waarheid? Zo bang dat ze mijn uitgever bellen en e-mailen. Zo bang dat ze dreigen met juridische gevolgen. Zo bang dat ze een deurwaarder naar mijn huis sturen met valse aantijgingen, een dure rekening en het dreigement om binnen 2 dagen aan hun bevel te voldoen. Ik schreef onlangs op mijn website
dat ik tevergeefs gepoogd had het Canras-bestuur over te halen om onderzoek te laten doen naar misstanden binnen de stichting. Ik schreef dat ik daardoor werd geschorst als vrijwilliger, bedreigd met juridische vervolging en dat ik uiteindelijk uit Canras werd gezet. Het bestuur deed exact hetzelfde met een tweede vrijwilliger. De Aston-directie keek toe en liet het gebeuren. Waar gebeurt het verhaal? De advocaat van Stichting Canras noemde dit zeer ernstige en onterechte beschuldigingen. Er volgde geen waarschuwing, geen vriendelijk verzoek, geen discussie. Het Canras-bestuur stuurde direct een deurwaarder. Pas daarna volgde een e-mail met nog meer vage, ongefundeerde aantijgingen. Ik heb binnen een dag op het exploot gereageerd. Daarbij heb ik de verzonnen aantijgingen grondig ontkracht en de deurwaarder op de hoogte gesteld van de valse aantijgingen. Hij weigert dan ook om deze zaak nog door te zetten. En dat betekent dat de kosten voor de eisende partij komen. Canras dus! Waar ze mij 2 dagen de tijd gunde, nam het Canras-bestuur zelf 4 weken de tijd om een reactie te formuleren. De dure advocaat van Stichting Canras schrijft mij uiteindelijk: cliënte handhaaft haar standpunten. Oh? Cliënte heeft geconstateerd dat de teksten zoals vermeld in mijn e-mailbericht inmiddels zijn verwijderd. Nee. Gelet hierop zal cliënten ditmaal uit coulance de betekeningskosten alsmede de dwangsommen niet op u verhalen. Oh, wat lief! Deze rekening, alsmede de advocaatkosten, gaan betaald worden door de donateurs van Canras. Het wordt tijd dat vrijwilligers, donateurs, sponsoren en belastingbetalers de waarheid te horen krijgen. Wat speelt er allemaal binnen de sterrenkunde dat het publiek niet mag weten? Afgelopen oudjaar was er een vuurwerkverbod. Maar geen zorgen, abonneer je op mijn kanaal en jullie zullen dit jaar heel veel vuurwerk zien. Ik wens jullie een voorspoedig en eerlijk 2022.